Vandaag doen we iets belangrijk en dat is het begin van de base. We hebben hier de outlines van waar de huisjes gaan komen. We hebben hier al een klein huisje zelf. En ik denk dat ik genoeg materiaal heb voor lopen. En we gaan gewoon beginnen met de eerste huisje. Hier ziet hun Alex in zijn wilde habitat. Hij is rare dingetjes aan het doen zoals je kunt zien. Maar zou het een goede betekenis hebben? Het antwoord is nee. Veel beter. Oké, laten we aan de andere kant misschien beginnen. We beginnen met pilaren van een aantal blokjes hoog. Dit zijn de mooie pilaren. Dan als volgt gaan we onze dingen er. Oh, nu heb ik al. Dan gaan we onze spruce blocks pakken. Planks. Vullen we de gaatjes mooi in. Beautiful. En besef ik dat ik volledig fout bezig ben. We hebben gebouwd op de outline en de outline was niet waar de pilaren moesten staan. Zo, heel mooi. Dan gaan we verder naar de dak. We gaan eventjes een outline doen. En nu dat ik terugkijk naar het gebouw, is misschien beter als we ook eventjes dit allereerst doen, want dat ben ik vergeten. Aangezien deze twee breed is, kunnen we hier ook geen scheepdakachtig ding van maken. En gaan we dus wat origineel doen. Zo, een vrij breed gebouw. Dat is goed. En dan kunnen we hier misschien een taverne van maken. What the fuck? Dus ik denk dat dit al goed is voorlopig, maar we hebben nog iets nodig van boven. Want dat is een beetje saai. What? What? Zo. Zo, kijk eens aan. Dit zijn twee hesjes en nu de rest. Dat gaan we als volgt doen. Pilaren. Muren. En ik zie nu pas dat ding volledig fout. Oh, oh mijn god. Beter. Deuren. Dak. En dan als laatste. Extra detail. Perfect. Dan de interieur gaan we nu niet doen. This house is a bit tricky. De bedoeling was dat hier een deur kwam en hier een deur kwam. Why? Pilaren. Muren. Dak. Maar dan voor de laatste huis. Moet er echt iets vreselijks gebeuren. Dat. Nu kunnen we dit doen. Wauw. Beautiful. De interieuren heb ik niet gedaan. Zoals ik al heb gezegd, dat ik ook niet ging doen. Nu. Maar hetgeen wat ik nu al ga doen, is deze mooie barrels en zo overal in hoekjes plaatsen. En dan de interieur ga ik tegen de volgende keer klaar hebben. Bloep. 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 Dus dan denk ik dat ik voor deze aflevering genoeg heb gedaan. We hebben wat barrels, alle huisjes zijn klaar. Heel mooie huisjes zijn klaar. Vergeet ook zeker niet dat er heel mooie huisjes klaar zijn. En dat er hier ook hele mooie huisjes klaar zijn. In de toekomst heb ik een leuk idee hier. In deze dingen had ik eerst barrels gezet, maar dan zag alles er te connected uit en nu ook zo een geheime black market steegje achter maken. In een piratendoor. En dan hier moeten we sowieso stoppen. Hierachter zit de cave. En dan gaan we volgende keer de randjes hier afwerken. Dat het een beetje smoother wordt hier overal en dan kunnen we daarna misschien wat uitbreiden. Dus dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden.
En dan zie ik jullie de volgende keer. Da-da.